Op het Willebrod Akswijk Sportcomplex is zondag een mini-kunstgrasveld in gebruik genomen. Minister Lalini Gopal deed de officiële opening. Tegelijkertijd is de aanzet gegeven voor de rehabilitatie van het sportcomplex. Gopal zei in haar speech dat de oplevering van het kunstgrasveld geheel past binnen de visie van de regering om het sportgebeuren verder te ontwikkelen. Volgens haar heeft het ministerie hoge prioriteit gegeven aan het aanleggen van sportfaciliteiten en speeltuinen om een bijdrage te leveren aan een gezond volk. Ik wil heel even stilstaan bij de zorgwekkende cijfers en analyses die de verschillende rapporten van de nationale en internationale organisaties weergeven. De cijfers weergeven een toename van niet overdraagbare ziektes onder jongeren. We denken dan aan diabetes, meer bekend als suikerziekte, bloeddruk en obesitas. Het jammerlijke hiervan is dat het steeds meer voorkomt onder jongeren die vaak genoeg nog niet eens de 20 zijn gepasseerd. Als wij bewuster gaan leven en gaan letten op onze voeding, onze mate van sporten en onze leefstijl, kunnen wij samen dit probleem minimaliseren. Een deel van onze begroting wordt besteed aan het promoten van een healthy lifestyle. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de multipurpose kunstgrasvelden die wij, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, in samenwerking met haar partners aanleggen. De ondervoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, stond stil bij de bijdrage die Surinaamse sporters leveren op zowel nationaal als internationaal niveau. En mijn droom en visie is, net als velen van u, ook dat one day op uw tv, Doshi Asana Fraga en Wai Natabika. Wie wil dat niet? Ja toch? Dat is onze droom. Dat is onze wens. En met de investeringen die we hier plegen, dat we potentieel om daar te komen. Vandaar ook mijn persoonlijke betrokkenheid in sport. U gaat mij altijd horen in het parlement, al vanaf de vorige periode ook mijn stem, om te werken aan ons eigen ministerie van Sport en Jeugdzaken. Met die overtuiging hebben we een ministerie van Sport. We zijn de president vanuit zijn ideologie. Dankbaar dat het ministerie van Sport dat toen is verlaten, opnieuw is opgezet, zodat deze investeringen kunnen plaatsvinden. En dat is zomaar vanuit die gedachtegang, vanuit dat gedachtegoed, dat we moeten investeren in jeugd en sport, is het ministerie daar. En we zien de vruchten, minister, die u samen met uw team vandaag neerzet. Dat was Melvin Bouva, ondervoorzitter van de Nationale Assemblée afgelopen zondag, bij de ingebruikname van een kunstgrasveld op het Wil Akswijk Sportcentrum. Ook in Ikeri en Lelydorp zijn kunstgrasvelden aangelegd.